Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar je hebt natuurlijk dat rapport over Groningen heb je gelezen en ik ben bang dat je niet... Nou, gelezen is een groot woord, maar ja, ik heb een tal van samenvattingen in de media gezien. Ja. Het was, nou ja, dat dacht ik eigenlijk de hele week. Wij hebben in principe een democratisch systeem en de bedoeling daarvan is dat je mensen kiest die ons regeren in de tussentijd, van de ene verkiezing naar de andere. En dat die zorgen voor het heil der burgers, dat die zoveel mogelijk proberen om de burgers diensten te bewijzen. En nu is in deze loop van deze week gebleken dat onze overheid zeer wel bewust, ook niet toevallig of omdat ze slordig zijn, nee, zeer wel bewust, systematisch, de belangen van zijn eigen burgers heeft genegeerd. Ja. Want er is al een tweede rapport verschenen deze week, wat iets minder aandacht heeft gekregen, jammer vond ik, namelijk over de formatie. Die is door een of andere commissie bestudeerd en nou ja, die formatie was een drama. Dat is nodeloos lang gerekt, dat was slordig. Er waren geen duidelijke deadlines, vertrouwenwekkend materiaal of de vertrouwensvraag werd genegeerd. Het had totaal anders georganiseerd moeten zijn, waarbij je toch ook weer getroffen wordt door het vage vermoeden, is dit allemaal expres gedaan? Hè? Want dat hebben we al eens eerder verondersteld. Die formatie hebben ze zo lang mogelijk laten duren, zodat we een beetje vergeten waren dat we in de Kamer twee hele onaangename moties tegen de nieuwe en oude minister-president hadden aangenomen. Ook nu weer zul je zien, ik weet het absoluut zeker, hij blijft gewoon zitten. Wat er ook gebeurt, hij blijft gewoon zitten. Als hij morgen met een spade zeedijk erbij te lijf gaat en er een heel groot gat in graaft, en heel Nederland loopt onder water, dan weet ik nog zeker dat hij geïnterviewd door de pers zal zeggen, ja, ik kan op dit moment kan ik er nog niets verstandigs over zeggen. We moeten wachten tot de parlementaire behandeling van deze vraagstukken, dat begrijpt u zeker wel. Ik betreur het zeer, maar ja, jammer, er lag een schep en er is een dijk en... Nou, Frits Wester vroeg het hem gisteren wel. Hè? Die zei van, er staat heel duidelijk ook iets over uw rol hierin. En toen zei hij, ik ga daar nu niet op reageren. Vind ik niet respectvol voor de Groningers. Ja, dat was ook in het gesprek met de minister-president. Hij ging niet reageren, dus je begrijpt. Het is nu, hè, de pan komt nu kokend heet van het fornuis af. Maar ja, over een twee weken of drie weken is er weer wat anders. En dan raken we toch wat afgeleid. En dan zijn we het vergeten weer. Gaat langzaam op een rangierspoor, wordt de zaak neergezet en dan kunnen ze het in de Kamer nog een hele tijd uitstellen, want de Kamer kwam er ook belazerd van af. Die heeft er echt geen zak aan gedaan. Het is dus een falen van het totale systeem. En nogmaals, niet toevallig. Niet omdat ze zo druk bezig waren met alle andere dingen. Nee, het is gewoon expres genegeerd. Ze wisten wat er speelde. Ze zijn aanhoudend gewaarschuwd. Het is een gruwel. Ja. En nogmaals, je zult weer zien, niemand van de verantwoordelijken wordt daarvoor gestraft. Nou, zij ook, er wordt ook expliciet gezegd dat de minister-president op geen enkel moment enige nuttige interventie in dit proces heeft gepleegd. Nee. Wel steeds gezegd, sorry, ja, het gaat helemaal anders, nu gaat het anders. Er is nooit iets gebeurd, never. Nee. Sterker nog, er gaat ook nu niks gebeuren. Heb geen illusies daar in Groningen. Ik geloof ook niet dat ze veel illusies hadden. Er wordt weer geen flikker aan gedaan. Ze gaan lekker door met ruzie maken tussen de overheid en die oliebedrijven die er nog veel beschamender afkwamen natuurlijk. Ja, zoals Shell die ook dat is echt gewoon, laten we het eerlijk zeggen, tuig van de regel. Ja. Je zult er maar al, het zijn allemaal keurige mensen die ongetwijfeld in ruime villa's wonen en allemaal nieuwe winterjas aan hebben. De mensen van Shell bedoel je? Ja. En van de Exxon en van de NAM. De drie betrokken bedrijven. Nee, het is het. En dan ook nog dat rapport met die formatie. Ook wat een onbeschrijfelijk, waarschijnlijk wel bewust prutswerk. Echt treurig is het. Het is in allerlei opzichten voor Nederland als democratie, als serieus te nemen democratie, een door en door tragische en verwoestende week. Mm. En de hoofdverantwoordelijke, sorry, meneer, zet de tent even uit, want het gaat over Rutte zeggen. Zet hem uit, u heeft nog even de kans, zet hem uit. Goed zo, u kunt weer op Rutte stemmen. Ja. En de hoofdverantwoordelijke, nogmaals, het rapport is daar niet geheimzinnig over. Ja.
Hij heeft er nooit iets aan gedaan. Terwijl hij heel goed wist wat er gaande was. Niets. Hij heeft er geen zorgen over gemaakt. De Groningers zeggen ook, tenminste degenen die dan geïnterviewd worden, we hebben er niets aan als het kabinet nu valt, want dan gaat de afhandeling nog langer duren. Maar ze zouden wel graag zien dat Rutte vertrekt. Alleen de vraag is, kan dat? Kan Rutte weg en kan het kabinet blijven zitten? Ja, natuurlijk kan Rutte weg. Als hij een beetje een fatsoenlijke politicus was, was hij voor jaar vertrokken. Maar hij kan dan blijft het kabinet dus zitten. Hij kan nu ook vertrekken. De vraag is natuurlijk, ik ben er zeker van dat hij niet vertrekt. Dat kan ik je zo vertellen. Gaat hij niet doen. Hey, ik heb al eerder gezegd, ik ben doodsbenauwd dat ik dood ben voordat hij vertrekt. Maar kan die weggestuurd worden door de coalitiepartijen? Dat die er toch, ja, dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Nee, dat gaan ze natuurlijk niet doen, want dan valt het kabinet. De VVD zal dan natuurlijk het kabinet laten vallen. Ja. Dan voel je wel aan je water, dus er gaat weer niks gebeuren. Hij komt er weer mee weg. Daarom zeg ik, als hij morgen de zeedijk op een doorschept op zijn pieren eentje. Of misschien samen met, noem eens wat op, zo'n goede kennis of de JOVD, noem maar wat op. Dat gebeurt er ook niks. Nee. Nou, je hoopt dat de kiezer... Er gebeurt gewoon niks. De kiezer kan wel tijdens de provinciale verkiezingen straks een signaal. Ja, wat doet de kiezer dan op de BBB, mevrouw, kiezen? Want dat is het derde drama van deze klote week voor de Nederlandse democratie. Dat showtje wat CDA en VVD opvoeren. Van, ja, jongens, wacht even met die... Met die stikstof, dat gaat niet zo'n vaart lopen. Dat valt wel mee, we gaan hem hadden. Die lui in de Kamer, niet waar, dat arme D66, wat voor het kabinetsstandpunt moest opkomen. Terwijl VVD en CDA net deden alsof ze er niks mee te maken hadden. Flikker op. Ze zijn 100% verantwoordelijk. En al die lokale CDA's en VVD'ers in de provincie zeggen, nee, dat gaat niet zo vaart lopen. Dat valt allemaal enorm mee. Er moet nog eens een nieuw rekenmodelletje opgezet worden. Dat is toch bedroevend dat je dit soort van hypocriete, schijnheilige vertoningen organiseert. Ja. Ja, de bekeuringsauto rijdt door de straat. Dat hebben we lang niet meer gezien. Jawel, joh, dat ding rijdt 3 keer per dag door de straat. Ja. Oké. Okay. Is dat ze er tijd en geld voor hebben. Nou ja, laat ik me daar niet over opvinden. Nee, het was een droevige week voor de Nederlandse democratie. Heel veel beroerder dan deze week kan het niet worden, lijkt mij. Als je jezelf serieus wil nemen als democratisch bestuurd land. Ja, maar je vraagt je toch ook wel af van... Er moet op een gegeven moment toch wel iets gedaan kunnen worden aan Rutte en de verantwoordelijkheden die hij heeft. Ja, dat zou je wel zeggen, maar hoe lang zijn we nu bezig met Rutte? 13 jaar. Hè? Ja. 12 jaar, wat is het? Nee, er kan dus niks gedaan worden, dat is de drama. Nou, de kiezer kan wel een duidelijk signaal afgeven. Ja, toch? Ja, die kiezer. Dat zullen we zien. Die staat door de VVD. Staat van alle partijen staat de VVD er in de peilingen heel behoorlijk voor. Ja. De VVD heeft nooit iets gedaan. Ik vond ook dat Kamerdebatje over die stikstof wel een beschamende vertoning, zeg. Wat een kwalijke leugenaars. Wat een hypocriet klote volkje. Wat zeiden ze dan? Nou ja, dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen. En D66 had het gedaan. Wat natuurlijk een beetje een rare vertoning was. Nogmaals, er is God beter het een regeringsstandpunt. Ja. Want de minister die over deze zaak gaat, hoe heet ze ook alweer? Niet waar? Ja, die mevrouw toen die tractoren... Ja, die zei dat het gewoon dwangmaatregelen genomen zullen worden. Ja. Maar dat deed VVD en CDA ook weer alsof ze zelf op een hele andere planeet woonden. Nee, ja. Ze wonen niet op een andere planeet. Ze wonen gewoon in Nederland. Ja. En dit is gewoon... hypocriete kletspraat in verband met de nakende verkiezingen. Ja. Nee, het was een verschrikkelijke week. Een beschamende week. Dat ook zo'n Rutte zich niet diep, diep schaamt voor zoiets. Het is nou de zoveelste keer, niet waar, dat hij direct verantwoordelijk is, dat hij prima wist wat er aan de hand was en dat we er weer niets over kunnen zeggen, want ja, constitutioneel ligt dat niet goed? We kunnen nu nog niets zeggen. Laten we eerst eens even afwachten misschien. Ala de formatie eerst even op de lange baan schuiven. Hè? En dan zijn we, nou ja. Kortom, ik heb er nu voldoende opgewonden. Ja, en het heeft helemaal geen zin. Nee, ook dat opwinnen van mij heeft geen zin. Nee, jij wint je op, maar heel veel mensen met jou. Maar hij blijft zitten, hij doet er niets aan. Ja, hij trekt het zich niet kortom, aan. Kortom, onze democratie scoort al enige tijd... onvoldoende op onvoldoende. Een democratie is er om mensen te kiezen die de belangen van de burgers behartigen. Dat kun je van deze regering en zeker van Rutte
in de carrière van de afgelopen jaren niet zeggen. Hier wordt onomstotelijk aangetoond en op schrift gezet dat hij de burgers wel bewust de belangen van de burgers niet behartigd heeft. Dat is wat er aan de hand is. En dan zou je af moeten treden, maar dat fatsoen heeft hij dus niet. En heel veel geld hebben ze ermee verdiend, hè, de afgelopen jaren. Ja, ook dat. Nou, dat lag voor de hand dat dat zo was, maar dat had niet op deze wijze. Dat was ruim voldoende geld in ieder geval om die zaken ook fatsoenlijk af te handelen. Mm. Wat niet gebeurd is. Ja, die Groningers zijn naar mij even komen terecht. We hebben er geen enkel vertrouwen in. Mm. Zou ik ook niet hebben. Mm. Ik heb geen enkel vertrouwen in Rutte op het punt van de behartiging, belangenbehartiging van de burgers. Mm. Nou, iemand schreef een column volgens mij in de Telegraaf van als dit nou in Amsterdam of Den Haag was gebeurd, dan was het wel aangepakt. Nou, dat weet ik niet. Daar kan hij voor geen meter bewijzen natuurlijk. Maar dat hoor je natuurlijk wel vaak. Hè? Oh, het is de rand van het land, weet je, daar zit niet het machtscentrum, de media zitten daar onvoldoende. Nee, maar goed, alle burgers in Nederland, het kabinet zit om de belangen van alle burgers in Nederland te behartigen. Niet alleen die in Den Haag of die op de VVD stemmen. Trouwens, ik neem aan dat er zelfs de huizen van VVD-stemmen in Groningen ingestort zijn. Hmm. Nou ja, als je de verhalen hoort van de mensen, is het diep triest, hè? Maar goed, ik stond ook zo'n groot stuk in de NRC dat ook die afhandeling van die schade een soort volstrekte chaos is waar geen touw aan vast te knopen valt. Ja, ik hoorde iemand zeggen, het loopt via de gemeentes, daar loopt het ook helemaal vast. Dus zij pleiten ervoor, richt nou een onafhankelijk fonds op of een organisatie die dat professioneel doet. Maar het probleem is, we hebben al eerder over dit soort van zaken gesproken, dat we steeds in een situatie raken waarbij je niks anders kunt bedenken dan zet er een taskforce op. Laat in godsnaam de reguliere organisaties en instituties met rust. Want die kunnen niks. Die doen niks. Die kunnen niks. Die veroorzaken chaos. Die maken eindeloos ruzie. Het bleek toch voornamelijk te hangen, al die afwikkeling, op eindeloos bureaucratische ruzie tussen die oliemaatschappij en de overheid. Ja. Dan zou je toch zeggen, nou ja. Ja. En al die gezinnen die niet alleen schade hebben aan hun huis, maar ook stress hebben ervaren, slapeloze nachten. Ja, dat komt er dan allemaal natuurlijk nog bij. Dat valt ook niet meer te repareren natuurlijk. Mm. Dat begrijp je ook wel. Mm. Maar het is, en nogmaals, het is de zoveelste zaak. Het is niet een unicum. En niet de laatste. Het is de zoveelste grote zaak waarbij alles fout loopt. En waarbij de direct betrokkenen niet waar heel goed wisten wat er gebeurde. Hmm. Als het bij de toeslagenaffaire kun je denken aan die topambtenaren die prima wisten. Ze waren gewaarschuwd. Ook hier weer waarschuwing op waarschuwing op waarschuwing. Hmm. En het heeft niets geholpen. Hmm. Niets. Dan zou ik zeggen, ik ben er geen voorstander van dat een regering valt. Maar God beter het misschien moet dat maar eens een keer gebeuren. Ik weet ook niet wat dan daarna de oplossing is, maar er is iets gewoon in onze democratie fundamenteel mis. Want ook de Kamer heeft onophoudelijk gefaald. Al kunnen we in de toeslagenaffaire zeggen dat sommige Kamerleden daarin een heldhaftige rol hebben gespeeld. Dan denk je aan Omtzigt en Leijten. Ja. 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 Maar goed, dat weten we allemaal, uitzonderingen. En dit is niet het laatste parlementaire enquête. Nee, want er moet nog van alles komen. De coronacrisis. Ja. Er wordt nog onderzocht. Wat hebben we nog meer? Er was nog iets. Maar je zult alle resultaten zullen opnieuw bevestigen wat hier weer bevestigd is. Ja. Namelijk dat onze instituties niet naar behoren functioneren. Dat er van alles misgaat en dat de direct betrokken politici die heel goed weten dat van alles misgaat, daar geen flikker aan doen. Nee. En vervolgens niet ter verantwoording worden geroepen. Nee. En met allerlei slappe uitvluchten er onderuit komen. Niet proberen te komen, want ze zijn heel succesvol. Rutte zit er al, wat is het, ruim 12 jaar. Maar dan is het kabinet gevallen over de toeslagenaffaire. Dit is toch helemaal niet minder erg wat hier nog gebeurt? Dus nee, je kunt heel goed zeggen dat dit een stuk erger is. Ja, dus dan zou je zeggen, is de conclusie. Vooral omdat het natuurlijk omvangrijker is en veel langer geduurd heeft. Er is veel meer gewaarschuwd. En er is nu onomstotelijk aangetoond dat ze het heel goed wisten en gewoon niks gedaan hebben. Onze minister-president heeft niets gedaan. Nee. Daar was het rapport toch zonneklaar over. Precies. Alleen toen zaten ze natuurlijk bij de toeslagen aan het einde van een regeerperiode. Dus toen was het makkelijk om te zeggen, oké, we laten onszelf vallen of we stappen op.
En nu begint hij natuurlijk relatief net pas. En dan ben ik benieuwd ook, hè, want die nou, je hebt gezien in de toeslagenaffaire hoe gemakkelijk die topambtenaren gewoon gelogen hebben, ja, dat het gedrukt stond. Hè? Mogen ze allemaal tot het einde der tijden vervolgd worden door het OM. Wat ook of het idioot tragisch loopt. Ja. Ja, ik denk toch, als ik het zo hoor, Maarten, dat de enige optie is dat de kiezer eindelijk eens wakker wordt en denkt, die VVD moet weg. Want dat is de enige manier om Rutte weg te krijgen. Ja, als moet je dan ook weer niet al te veel illusies hebben. Het is natuurlijk, Rutte is de direct verantwoordelijke en dat is nu eenmaal, ik weet niet of u de boel alweer ingeschakeld heeft, maar we zijn nog steeds over Rutte bezig. Zet hem maar weer uit. Ga maar een kop koffie drinken. Hoe heet het? Denk niet dat met het verdwijnen van de Rutte het probleem is opgelost. Nee, dat zit veel lijkt dieper. Me, dat zit veel dieper, ja. Het zit veel dieper, maar hij is een verschijnsel wat direct samenhangt met dit dieperstekende probleem. En hij heeft niets laten zien om het op te lossen. Niets. Nee. Het is een beetje vervelend om steeds op hem in te hakken. Het is een handige rommelaar, dat zullen we direct toegeven. Maar echt, het is voorbij. Het is voorbij met Rutte, maar je zult zien. Voor ons, voor veel burgers in Nederland. Maar Rutte niet. Opgewekt, lachend, vertrekt hij naar Brussel in zijn gepantserde auto. En hangt daar niet waar de gebraden gans uit. Is het artikel voor de Maarten klaar? Want je hebt over Rutte een stuk gemaakt. Nee. Ik ben nog steeds bezig aan mijn Rutte stuk. Dat wordt wel lang dan. Nee. Want ik ben net begonnen met schrijven. Oh, je hebt eerst research gedaan. Ja, ik weet nu zo'n beetje hoe het stuk eruit moet zien. Dat kan ik straks wel kort uit de doeken doen. Ja, al zullen mensen dan weer minder gespannen wachten op het verschijnen van de nieuwe Maarten. Als ik eerst heb uitgelegd wat ik zo'n beetje over Rutte ga schrijven. Ik heb natuurlijk lang gedacht dat Rutte ook inderdaad geen visie heeft. Hè, dat is de klassieke. Hij zegt ook zelf wel dat ik heb geen visie. Maar het probleem met Rutte is dat hij wel degelijk een visie heeft. En dat die in allerlei opzichten gedeeld wordt natuurlijk door de partij waarvan hij de leider is. En dat die visie ongelukkigerwijs enorm veel schade heeft veroorzaakt aan het Nederlandse overheidsgebouw. Om het maar in metaforische termen te stellen. Dus daar gaat eigenlijk dat stuk over. Dus dat Rutte in feite wel een visie heeft. En wat voor soort van visie dat is. En als je even minimale research doet, dan is dat heel goed te vinden wat zijn visie eigenlijk is. En daarvan kan ik iedereen aanbevelen om die H.J. schoollezing te lezen die hij in 2013 heeft gehouden. April 2013. Dat is de zegen van het internet. Je hoeft maar 3 toetsen in te drukken. En hup, daar heb je de hele reden. Je kunt hem op YouTube kunt bekijken. En je kunt de tekst lezen. Alles is mogelijk. En dat is op zichzelf wel komisch ook. Daar begint hij natuurlijk met te zeggen. Ja, ik heb geen visie. Hè. Want kijkt u daar in de hoek staat de olifant van de visie. En de olifant verduistert de juiste blik op de open blik op de toekomst. En als je visie hebt, dan moet je naar de optische. Nou ja, kijk, we hebben al die Sleetse metaforen nou 1000 keer gehoord. En vervolgens ontvouwt hij in die lezing, het is eigenlijk vrij lollig wat je vaak ziet, ontvouwt hij een visie die wel degelijk een visie is. En legt hij uit hoe hij tot zijn politieke ideeën is gekomen. Hij is ergens van begin jaren 60, als ik het wel heb, 62 of zo, misschien nog wat ietsje eerder. Maar goed, hij is zoiets. En hij legt dan uit, ik ben politiek tot wasdom gekomen natuurlijk in de jaren 80. Hij was iemand die geïnteresseerd was in politiek. Nou ja, wat is er karakteristiek voor de jaren 80 natuurlijk? Niet waar het triomfantelijke politieke succes van mensen als Thatcher en Reagan. En wat is de kern van de boodschap van Thatcher en Reagan en anderen natuurlijk? Dat is in feite dat de overheid moet terugtreden. De overheid is eigenlijk een last op de schouders van de burgers. En in werkelijkheid zijn de burgers heel anders dan altijd gezegd wordt. Heel erg zelfredzaam. Je moet ze niet voor de voeten lopen met allerlei overheidsregels en poppenkast. Nee, de overheid moet klein en efficiënt zijn. En dat doen wat een overheid onvermijdelijkerwijs alleen kan doen. Maar daarnaast moet de overheid vooral kleiner. En er moet ruimte gecreëerd worden voor de zelfredzaamheid van de burgers. Dat is het hele idee. En dan geeft hij een aandoenlijk verhaal over de zelfredzaamheid van zijn eigen familie, die niet waar door de stormen van de wereldgeschiedenis opgejaagd er werkelijk een groot succes van gemaakt heeft. Dat je zegt zo, dat waren zelfredzame types zonder meer.
En als je natuurlijk naar de wetgeving kijkt van de diverse kabinetten van Rutte. 1, 2 en 3 in ieder geval. Ja, we zijn nu bezig aan 4, wat tot op heden een niet bepaald overtuigende indruk maakt. Dan moet je constateren dat de belangrijke wetgeving van die jaren eigenlijk steeds gericht was, of ideologisch gericht was, op zelfredzaamheid. Dat de overheid die moest terugtreden en die kon al die problemen niet zo oplossen. We moesten veel meer overlaten aan de zelfredzaamheid en aan de hulp van vrijwilligers. En hoe heet het, die zorgverzorgers ook allemaal, zo'n mooi woord is daarvoor. Die zouden het werk moeten gaan doen. En dat kun je bijvoorbeeld zien, neem de participatiewet, het woord zegt het al. Iedereen moest in staat gesteld worden om te participeren in het normale maatschappelijke proces. Laat ik nou even terugkeren naar die visie. Rutte gelooft nog steeds heilig dat hij geen visie heeft, maar het is een hele uitgesproken visie op de relatie tussen burger en overheid. En die zie je dus steeds weerspiegeld in die wetgeving. Dan moet je natuurlijk zeggen, we hebben in Nederland altijd coalitiekabinetten, dus je hebt het niet in zijn eentje gedaan. Hij heeft een partij die, voor zover die partij überhaupt denkt, en ik geloof niet dat het erg veel voorstelt, dat die heeft ook dergelijke inzichten. Maar de VVD heeft natuurlijk tal van partijen bereid gevonden om met dit programma en deze visie, ik spel het even in kapitalen, niet waar, mee te werken. Met overigens voor die andere partijen de meest heilloze gevolgen. Het CDA is eraan ten onder gegaan. Als je toch ziet hoe het CDA in feite instort in 2006 nog 41 kamerzetels. Ja, dat zijn we helemaal vergeten, maar zo'n 16 jaar geleden. En nou ja, wat is het nu? Het zijn er nog een stuk of 9 of zo, toch? Ja, dat klopt. Ja, dan zie je dus wat een drama dat veroorzaakt heeft. En Partij van Arbeid, idem dito. Dus je gaat met Rutte in zee en je overleeft het niet. Hè? Je struikelt ergens in het Rutte-visieloze gebouw en je breekt je nek en klaar is Kees. En ik zie het CDA niet meer terugkomen op het politieke toneel. Althans in zijn ouderwetse samenstelling en grootte. En de Partij van Arbeid, idem dito, ook niet. Terug naar die wetgeving. Neem nou de participatiewetgeving. Daarvan was een van de basisideeën. Ja, ook mensen met een arbeidshandicap van enige aard, die moesten toch in staat worden gesteld om normaal werk te doen. En ook in de normale samenleving en in normale bedrijven te functioneren. We hadden daarvoor, zoals je weet, de sociale werkplaats. Waar ik dacht op het hoogtepunt zo'n 100.000 mensen te werk gesteld waren. Die instroom in de sociale werkplaatsen is per begin 2015 stopgezet. Want het idee was, die mensen die moeten allemaal een plaats krijgen in de, nogmaals, de normale samenleving, in normale bedrijven. En daar is best, die mogelijkheid bestaat best. Je begrijpt ook wat een interessante bezuiniging dit was. Want dat is heel interessant. Bij al dat gelul over zelfredzaamheid, als je even aan de oppervlakte krabt, blijkt het altijd gigantische bezuinigingen mogelijk te maken. Die overigens op termijn zich tegen zichzelf keren en dan moet je alsnog al, nou ja, daar komen we zo over te spreken. Dus ja, die instroom in de sociale werkplaatsen is stopgezet. En ja, dan is de vraag na een paar jaar, heeft het gewerkt? Klopt het ook? Nee, het heeft helemaal niet gewerkt. Want al die mensen met een arbeidshandicap, of althans het overgrote deel van de mensen met een arbeidshandicap, bleek helemaal niet erg zelfredzaam te zijn. Vooral niet als het gaat om psychische of verstandelijke problemen. Dan bleken ze helemaal niet in staat om te werken en dat zelf ook heel goed te weten. Nu is het ook zo dat op dit terrein van de sociale werkplaatsen een gigantische ruïne is ontstaan. Sommige van die sociale werkplaatsen die nog bestonden dreigen allemaal failliet te gaan. En het CDA, dacht ik zelfs samen met de SP, heeft nu een actie gestart dat we echt op moeten houden met deze bezuinigingen. Omdat ze schadelijk zijn voor die mensen waarvoor ze zogenaamd bedoeld waren. Namelijk die veel zelfredzamer zouden zijn volgens dit filosofietje van Rutte en de VVD dan ze in werkelijkheid waren. Dus ja, het heeft geleid tot het feit dat veel meer van die mensen dus niet fijn geïntegreerd zijn in normale banen. Nee, dat die thuis zitten met een uitkering. En dan kun je ze beter in een sociale werkplaats te werk stellen,
waarbij ze in feite wel natuurlijk gesubsidieerd werk doen, maar ze doen werk, ze zijn geïntegreerd, ze zitten niet thuis. Maar ja, dat was duur, dus daar zijn ze vanaf 2015 mee gestopt. En nu zul je zien dat ik denk dat die initiatieven van CDA en SP breed gesteund zullen worden tenslotte. En dat dit dus een volstrekte mislukking is geworden. Dan hadden we de WMO, hè? De wet op de maatschappelijke ondersteuning. Die is gedecentraliseerd. Dat was eerst een overheid, van de centrale overheid. En nu is dat naar de gemeentes is dat gegaan. Waarbij sommige gemeentes dat wel deels wel aankonden en andere helemaal niet. Daarbij zijn onder andere, het basisidee was ook weer, mensen zouden zelfredzaam en wel thuis moeten blijven wonen. Dat was het idee. Want het is veel goedkoper als ze thuis blijven wonen dan wanneer ze geïnstitutionaliseerd moeten zijn. Het zij in verzorgingshuizen, het zij in verpleeghuizen. Al is er bij verpleeghuizen vaak een veel hardere noodzaak om ze op te nemen. Omdat ze niet thuis kunnen. Dus het idee was, we breken een deel van die verzorgingshuizen af. Er zijn er 800 gesloten. Van de 2000 zijn er 800 gesloten. Met het idee natuurlijk, die mensen kunnen allemaal prima thuis blijven wonen. En, neem mij en mijn echtgenoten, wij zijn een ontzettend oude knarren. En wij wonen nog thuis. Zei dat ook wel wat kost. En dat is, komt dus nu niet op kosten van de overheid, maar op onze eigen kosten vanzelfsprekend. Ja, jij denkt nog steeds dat hij naar Brussel gaat hierna, hè? Hij zegt zelf dat hij leraar wordt. Nee, ik bedoel dat hij daar gaat vergaderen. Oh, dat hij gaat vergaderen daar, nou ja. Ja. Ik dacht dat als hij klaar is, dat hij dan in Brussel een functie aangeboden krijgt. Dat zal misschien vast, maar... Oké. Wat vond je er trouwens van dat ze het in Groningen presenteerden? Want Vera Bergkamp hoorde ik nog zeggen, dat is ook uniek dat met een... Ik zag een foto van die boerderij waar dat gebeurde. Het leek me een beperkte ruimte, eerlijk gezegd. Misschien hadden er meer mensen naartoe gewild, maar die konden er neem ik aan niet in. Nee, er waren ook mensen die volgden op afstand in een boerderijtje. Oh, op afstand in een boerderij. Ja, via zo'n schermpje. Dus ja, ik vond het wel, het was wel schilderachtig, maar of dat nou nuttig is, dat is vers 2. Nou, de reden was, het is in de regio waar het gebeurd is. Oh, het is in de regio. Ze hadden ze daar geen grotere zalen of... Ja, vast wel. Maar goed, los daarvan, wel goed toch dat ze het dan daar doen waar de mensen ook aangaan, toch? Jawel, maar dit is allemaal in de orde van symboolpolitiek natuurlijk. Ik val me nog mee dat Rutte is niet komen fietsen van Den Haag. Hij was er niet bij. Hij heeft een vakminister of vakstaatssecretaris, heeft hij die veldbrief, toch? Ja, nou misschien kan hij nog eens een keer komen fietsen of zo. Maar daarvan zeggen ze ook dat is bewust, want daarmee schuift hij dus op de vakinhoudelijke mensen af en dan raakt hij. Altijd bij hem altijd hetzelfde patroon. Hij durfde nu niet te zeggen van dat hij er eigenlijk niet direct bij betrokken was, maar omdat hij evident er wel direct bij betrokken was. Maar dat is natuurlijk ook zo'n bekende Rutte-term. Hè? Ja, ik was daar toen niet zo direct. Nou, enzovoort. Ja. Waarbij je denkt. Nou, je hoort toch wat analisten die zeggen bij die verkiezingen nu wordt het toch afgerekend met de VVD. De VVD gaat dit merken. Ja, maar en waarmee? De VVD heeft bij de vorige Provinciale Staten, wat heeft de VVD? Toen hebben we de FVD gehad. Niet van de regen in de drup, maar van de regen in een soort proto-fascistoïde orkaan. Hè? Ja. Dus ik bedoel, de kiezers weten natuurlijk ook niet precies wat voor verstanders ze moeten doen in zulke situaties. Nu zul je zien dat er weer een nieuwe, want daar hebben we het ook al over gehad. Wat een armoedeverschijnsel zijn die rare electorale erupties in Nederland. Ik begrijp dat wel, dat zijn mensen ontevreden en die weten ook niet precies welke kant het op moet. En die stemmen dan op de zoveelste messias die door de media wordt opgeserveerd. Op een trekker deze keer. Ja, en dit nu op die trek. Vond wel dat John Deere, en daar stond weer zo'n hele rij van die trekkers. Waarom kopen ze alleen maar John Deere trekkers? Dat begrijp ik niet. Die zullen heel goed zijn. Ja, kennelijk. Man. Het was een reclame van hier tot Gunther. Of hij is de enige die het maakt. Nee hoor, je hebt toch ook andere bedrijven die grote trekkers bouwen. Bij John Deere is kennelijk. Ja, ik weet niet. Misschien krijgen ze in Nederland speciale kortingen. Omdat ze natuurlijk altijd in het nieuws zijn met die trekkers. Je ziet dat de trekker natuurlijk een demonstratieinstrument die eerste klas geworden is. Ja. Ik heb al eerder gezegd, ik werk er nog aan. Ik ga een trekkerbedrijf beginnen. Trekkervuurbedrijf. Gaan we niet meer ploegen, dan gaan we alleen maar demonstreren. De buurman pakt zijn spullen voor de wintersport in. En nou ja, hij heeft ruime mogelijkheden, maar
Ja, hij maakt de indruk dat hij voor een half jaar vertrekt. En zijn vrouw komt ook alleen maar steeds weer met nieuwe tasjes. Wintersport. Ja, dat heeft iets, ja. Ik heb wel meelijden met hem dat hij het in moet pakken. Ik ben wel ook zo blij. Mijn zoon is ook vertrokken naar de wintersport natuurlijk. Met mijn auto. Maar ik was ook zo blij dat ik niet naar de wintersport hoefde. En had hij ook zo'n volle achterbak? Want deze meneer heeft... Ja, helemaal... joh. Hij heeft ons een foto toegestuurd van... Lekker volgepakt. Ja. Oh, hij gaat nu de klep dicht doen en die gaat nog dicht. Of niet? Oh, nee. Nou, het valt niet mee. Nee. Kijk, je ziet ook dat hij heeft iets leidzaams over zich gekregen. Ik moet natuurlijk helemaal niks zeggen over mijn brave buren. Want die zijn knipt dit er maar uit. Gaat het hondje ook mee, of niet? Ik denk het wel, ja. Dat heb ook een hondje, zag ik, ja. Maar ze gaan de skis of de snowboards, wat ze doen, daar hebben ze er nog niet bij. Dus dat zullen ze daar dan wel huren. Ja, ik geloof dat dat tegenwoordig allemaal ter plekke gehuurd wordt. Ik nam het altijd mee. Dat gooide ik dan in de achterbak. Maar het gekke is dat ik zo dankbaar ben dat ik niet met de wintersport hoef. Nee. Ik nam ook altijd eten mee vanuit Nederland. Ja? Ja, dat kun je daar natuurlijk ook halen, maar dan heb je allemaal spullen. Dus typisch Nederlands, hè? Ja, dat heb ik wel begrepen. Dat mensen 3 weken naar Spanje gaan en dan een halve ton aan ertessoep bij zich hebben. Dat is wel vrij wonderlijk. Ja. Okay, dan je weet dat Nederlanders geweldige reizigers zijn. Ja. Ik geloof dat wij meer dan normaal met vakantie gaan en ver weg gaan. En nou ja, het is een ondernemend volkje, hè? Ja. En zou jij er wel voor openstaan om een keer met Rutte in debat te gaan? Bijvoorbeeld in zo'n podcast of ergens anders? Ja, als hij dat wil. Maar ik neem aan dat hij eerst dan aan zijn assistent vraagt om een paar van die podcasts te beluisteren. Dat hij dan zal zeggen, liever niet. Ik zie er het nut niet van in. Want Jair, die vroeg, die verslaggever van Jinek, die vroeg aan Rutte of hij met de BBB-mevrouw in debat wilde gaan. Maar dat had hij toch echt geen tijd voor. De agenda was helemaal vol met allemaal activiteiten. Ja, als hij met de BBB-mevrouw, die notabene een Kamerlid is. Ik bedoel, ik heb verder geen enkele politieke positie van enige betekenis per Kamerlid. Ik ga niet op voor het Kamerlidmaatschap. Maar wel de stem van het volk. Ik heb geen politieke toekomst. Ik ben ook zeker niet de stem van het volk. Nee? Nee, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar ik denk toch dat veel mensen, dat krijgen we toch ook wel eens door. Ja, we zijn het wel eens met die Van Rossum, wat hij allemaal zegt. Nou ja, je hebt ook mensen die vinden mij een hele levensgevaarlijke linkse activist. Ja, communist. Communist, ja. Ja. Stalinist, communist. Oh, Jezus, gaat lekker piepen. Ja. Dat is ook zo wat met die moderne auto's. Mijn auto maakt ook allerlei geluiden waarvan mij niet de reden niet duidelijk is. Dat is zoiets raars. Ik heb de hond nog wel eens in de auto zitten. En dan ga ik naar de supermarkt. Dan kom ik terug en gaan de alarmen af. Omdat hij zat te bewegen in die auto. Ja, dat is wel, vind ik wel zielig voor die hond. Schrikt hij daar niet van dan? Ja, nou ja, dan moet ik hem heel snel weer uitzetten. Je hebt auto's met een hondenstand, wist je dat? Nee. Ja, Tesla's hebben een hondenstand. Wat houdt dat in dan? En dat je, als je de hond achterlaat in de auto. Dat de auto ervoor zorgt dat het juiste milieu voor de hond wordt bewaard. Okay. Wordt niet te warm, wordt niet te koud. Nou ja, echt dat die hond denkt van, ah, het is lekker zitten hier. Ah, oké. Okay. Dus als het 40 graden buiten is, dan zet je de airco hard aan. Dus ik keek op dat scherm van dat ding van mijn zoon. En dan zag ik een hondenafdruk van een hondenpootje. Dus ik zei, wat zullen we nou beleven? Ja, dat is de hondenstand. Het is op zichzelf wel creatief natuurlijk. Ja, nou, daar heb je voor de rest niks aan, maar ja, je andere huisdieren hebt. Ja, katten zet je niet zo snel in de auto. Nee, die waren wat... Overigens reageren katten heel wisselend op autotransport. Wij namen de katten nog wel eens mee naar Texel. Oh ja. En sommige katten die gingen gewoon liggen pitten. En die maakten geen probleem. Je had ook katten die belangstellend door de vooruit gingen zitten koekeloeren. Maar je had katten die in permanente paniek waren. Dat is echt tragisch. Ja. Die moesten voortdurend geaaid worden en zo. Maar dan nog zaten ze te jammeren, zeg, alsof het een marteling was. Ja. We hebben nog een brief gekregen van iemand die zegt of je juist kunt uitleggen hoe nou via de provinciale verkiezingen de Eerste Kamer ook gekozen wordt, getrapt. Want daar is weinig aandacht voor, schrijft deze meneer. Ja, dat is ook een heel ingewikkeld proces bij mijn weten. Want er zijn ook altijd reststemmen. Want je weet, er is een speciale reststemverzameling die ook in de Eerste Kamer zit. Dat is de provinciale partij of zoiets dergelijks. Die heeft ook een zendtijd voor politieke partijen. Oké. Okay. En volgens mij is dat... Maar goed, ik weet het dus niet. Ik heb me nooit verdiept in die rekenbasis. Hmm. Het is een wonderlijk en complex systeem. Zoveel weet ik er wel van. Ja. Ja, zelfs Thorbecke was tegen de Eerste Kamer. Ik was altijd erg voor de Eerste Kamer als chambre de réflexion.
Want ik begreep van eerste Kamerleden die ik kende, nu al lang niet meer natuurlijk, maar goed, die vertelde mij dat heel veel wetgeving van de Tweede Kamer ontzettend slordig is. En haastje repje tot stand gekomen. En dat het dan de Eerste Kamer een hele nuttige corrigerende functie kon hebben. Maar de Eerste Kamer is natuurlijk door de politieke ontwikkelingen sterk gepolitiseerd geraakt. En dat is naar mijn idee helemaal de bedoeling niet. Is hiermee alles gezegd over wat er nu in politiek Den Haag weer besloten is? Ja, het is uniek dat we zo lang hebben gepraat over dat het eigenlijk besloten is om eens even de zaken aan te zien. We hebben nu ontdekt dat er geen kabinetscrisis komt op afzienbare termijn. En dat lijkt me eigenlijk gezegd ook volkomen begrijpelijk. Ik begrijp ook niet waarom mensen, ja, dat natuurlijk Caroline, dat die natuurlijk graag een kabinetscrisis zag, dat begrijp ik ook wel, maar dat zie ik voorlopig niet zitten. En ja, nu, ja, nogmaals, het probleem is toch weer een beetje opgeschoven. Want uiteindelijk lopen we, zoals altijd, wat hij altijd doet. Ja. Het is opgeschoven. Ja. Hij was gewoonlijk ook bijzonder vrolijk. Nou, op een gegeven moment werd hem wel gevraagd, ik weet niet of je dat specifieke fragment hebt gezien, moet u niet opstappen? En daar wilde hij niet op antwoorden. Hij zei, ja, het zit nog vol met energie. En toen riep die Kaag erbij en toen liep hij eigenlijk weg en toen zei hij niets meer. Hij zit nog vol met energie. Ik weet niet, zou hij niet iets te veel energie hebben eigenlijk? Nou ja, kijk, zou niet een iets oudere, suffere minister-president beter zijn? Zoals Wim Kok? Ja, weet je, ook zo'n sombermans. Ja, of Drees natuurlijk. Heb je niet van de week dat fragmentje gezien van Wim de Bie, die een VVD'er nadoet en waarvan mensen zeggen, nou, dat was sprekend Rutte. En dat was dus al jaren voordat Rutte. Wel, maar dat geldt natuurlijk voor dat hele oeuvre van, dat satirische oeuvre van de heren. Dat natuurlijk ook het idee van de tegenpartij was een meesterlijk idee. Want dat ze kennelijk al aanvoelden, dat was er al. Dat is er, dat gevoel wat tenslotte vertolkt is door de vijf messiassen, dus te beginnen met Pim Fortuyn, was al aanwezig in Nederland. Dat blijkt ook uit verkiezingsonderzoek in de jaren 90. En dat kwam natuurlijk ook een beetje door de Paarse regering, hè, omdat VVD en PvdA samen in één kabinet zaten. Ik was daar toen heel tevreden over, maar of dat achteraf verstandig is geweest voor de deelnemende partijen, is maar de vraag, naar mijn gevoel. En toen al bleek uit onderzoek dat met name ter rechterzijde een groep van mensen bezig was te ontstaan die Nederland gewoon niet rechts genoeg vonden. Die tenslotte gemobiliseerd is door Pim Fortuyn. En dat was zeker toen, was dat het punt toch vooral de migratie natuurlijk. Het gekke is dat we sinds de vorige jaren 90 veel milder over migratie zijn gaan denken dan we toen deden. De meeste Nederlanders zullen er nog steeds niet erg warm voor lopen, maar de opvattingen zijn milder geworden. Tenderen meer naar een soort consensus ergens in het midden. Ja, maar die zo goed als ik denk dat ook de stikstofkwestie in principe aan de randen zullen misschien een aantal vervelende maatregelen moeten worden genomen. Maar er is natuurlijk gewoon in Nederland voor een fatsoenlijk, redelijk uitgewerkt stikstofbeleid is er een duidelijke meerderheid. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Laat de regering daarvan gebruik maken. Maar dat fragment van de Bijbel zeer treffend. Wel ook dat fantastisch was het. Rutte kijkt altijd naar, het lijkt wel of hij naar een denkbeeldig iemand rechts naast de camera kijkt. En dan gaat hij dan naar lachen en naar zwaaien. En dat doet hij ook vaak als hij toespraakjes geeft na verkiezingen. Dan staat hij op het podium en dan steekt hij altijd zijn duimpjes op. En dan lijkt hij niet net of hij naar iemand wijst. Maar volgens mij staat er dan helemaal niemand. Dat is een soort van, sowieso, dat is als je op zo'n podium staat, dan moet je ook zo wijzen. Ja. Dan denk je van, god, wie zou die aanwijzen? Hoe heet het, de bekende Formule 1 coureur Schumacher deed dat altijd. Die won elke race gedurende een aantal jaren. En dan stond hij ook zo altijd op dat, zo op die manier. Terwijl dat misschien naar niemand wijst. Nee, want ik dacht eerst nog, god, hij staat zijn broer of zo, of zijn moeder, weet ik veel. Maar het is een handige manier om, laten we zeggen, te communiceren met de juichers. Die daar staan om jou toe te juichen. Waarbij ze allemaal het gevoel kunnen hebben dat zij degene zijn die aangewezen worden. Ja, precies. Dat doen cabaretiers toch ook als ze in een zaal zijn. Dan doen ze net of er iets in het publiek gezegd wordt, maar dat wordt dan helemaal niet gezegd. Dat bedenken ze zelf dan. Ja.
Hoewel mensen vrij regelmatig toch iets zeggen. Ja. Ik weet niet of ze al een pensioenfonds hadden. Moeten ze Edith Schippers eens bellen misschien. Ja, die is ook gestopt. Kan daar nog wat uitgeschept worden. Ze is wel gestopt bij DSM. Wel gestopt, zo. Dat valt me alweer mee. Ze dacht natuurlijk... de deur met een knal dicht. Nu het geld toch op is gemaakt. Dat zal dat eventjes opzoeken of ik dat nou goed gelezen. Maar ik zag het ergens voorbij komen. Edith Schippers stopt bij DSM. Ah, ze zal toch afzien van de leiding van de VVD-fractie in de Eerste Kamer nog wel wat anders willen doen, neem ik aan. Ja, want dat is niet een fulltime baan. Nee, je kunt niet van leven. Nee. Ik denk zeker niet op haar niveau. Edith Schippers vertrekt bij het pensioenfonds DSM. Oh, dus daar stopt ze. Dus ze stopt niet bij DSM zelf. Oh. VVD-kopstuk Edith Schippers vertrekt bij het pensioenfonds van DSM. Ze stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn als bestuursvoorzitter van het fonds. Ik kan me er iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Bij PensioenPro heeft ze dat gezegd. Dus ja. Bij DSM blijft ze lekker zitten. Ik zou nog steeds zeggen, een beetje een onderzoekje hoe dit gelopen is. Dat zou wel aardig zijn, toch? Dit zijn echt schandelijke Amerikaanse praktijken. Dat je je pensioenfonds misbruikt. Niet waar, om het bedrijf door een moeilijke fase heen te helpen. Dat is niet de bedoeling. Nee. Het is waarschijnlijk ook een strategische keuze. Nu eventjes weggaan, want de verkiezingen komen eraan. Dan stelt ze zich natuurlijk iets minder kwetsbaar op, doordat ze daar weg is gegaan. Nou, dat zou kunnen. Goed, ik was sowieso niet van plan om op Edith Schippers te stemmen. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Ik vind haar helemaal geen geschikte opvolger als minister-president. Dus zou me ook verbazen als ze het ooit werd. Dus we moeten het even afwachten. Ze heeft wel samen met Rutte de aanval geopend op PvdA GroenLinks. Een lichtelijk komisch optreden, eerlijk gezegd. Hè. Wat en half wat die plotseling de aanval, ook het hele idee, de aanval is ingezet, niet waar. Het Kozakkenleger is in beweging gekomen, kom nou gauw. Want even uitleggen voor de mensen die het gemist hebben. Die twee linkse partijtjes, die hebben ze dringend nodig voor een hele reeks van maatregelen die ze nog moeten treffen. Dus het zal zo'n vaart niet lopen, maar het was wel een beetje voor de bühne. Het was wel een beetje een politiek toneelstukje. Ja. Leg het even uit voor de mensen die het gemist hebben. Wat ze gedaan hebben. Hoe heet het? De Partij van Arbeid en GroenLinks die gaan nu blijven samenwerken. Die willen in de Eerste Kamer een gezamenlijke fractie drijven. En nu denken sommige mensen, maar eerst moet dat allemaal nog bewezen worden, dat die samenwerking eventueel in de Eerste Kamer bij de Provinciale Statenverkiezingen zou kunnen leiden tot een veel grotere fractie. Aan de linkerzijde die eventueel wat grotere invloed zou kunnen uitoefenen. Het hele idee van die samenwerking, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Ik ben een groot voorstander van die samenwerking en ik zou de SP adviseren om daaraan mee te doen. Want als alle linkse partijen bij elkaar gaan zitten, dan kun je een serieus politiek blok vormen. Of nou de VVD, iemand legde ergens uit hoe het spel tactisch in elkaar zat. Het idee van de VVD is omdat ze in het verleden vaak geprofiteerd hebben van het feit dat ze van de verkiezingen een soort tweestrijd hadden gemaakt. Maken ze er nu ook een tweestrijd van? Kijk, het heeft voor hen weinig zin om... Kijk, die linkse kiezers stemmen toch geen VVD, dus daar hebben ze niks te verliezen. Maar het heeft voor hen ook weinig zin om laten we zeggen, het gevecht aan te gaan met die hele club van rechtse gekken. Terwijl ze natuurlijk wel hopen dat veel mensen die denken in termen van een tweestrijd VVD-links, dat die dan zullen zeggen, nou dan maar niet op de BBB mevrouw, maar dan toch maar op de VVD. Het probleem is natuurlijk dat het electoraat van de VVD beduidend conservatiever is dan het beleid wat de VVD noodzakelijkerwijze moet voeren als coalitiepartij. Je ziet nu ook ineens dat Rutte allerlei immigratie-initiatieven reist Europa rond, de grote denker enzovoort, allemaal flauwekul, omdat de rest van Europa daar niet mee... Jezus, die duiven zijn wel suicidaal aangelegd. Ja, je ziet, ik zit even wat meer op de vogelstand te letten. Tellen duiven ook mee? Ja, maar we zouden duiven niet meetellen. Ja, het zijn ook vogels, maar toch een beetje een typische stadsvogel. Wel een beetje de ratten onder de vogels, toch? Ja, dat zegt men, omdat er zoveel zijn en omdat ze natuurlijk leven van wat wij weggooien. Dat doen ratten ook. Het zijn de volgers van de mens. Dat is een hele dierenwereld die afhankelijk is van de mens. Dat komt dat wij enorme rotzooimakers zijn en een groot deel van ons voedsel weer weggooien. En heel slordig zijn met voedsel. Denk aan al die kinderen die hun fijne door de ouders gemaakte boterhabbetjes zo snel mogelijk weggooien. Om dan dus als ze eenmaal op school zijn
van hun armelijke zakgeld een pennywafel te gaan kopen. Hè? Ja, dus die vogels die pikken die zakjes met die boterhammen open. Die alom verspreid liggen rond de scholen. En die vinden dat wel lekker allemaal. Hè? Zo'n lekker roggeboterhammetje met kaas, denk ik. Maar wel slim van Rutte en Schippers, toch, om de aanval zo te kiezen? Nou, ik moet zeggen, ik werd er nogal lacherig van. Ik dacht, wat is er voor kinderpolitiek? Want ze speelden in het interview als ze gaan. Als het werkt, ja, god, dat is een ander thema, niet waar. Wat tot mijn vaste repertoire behoort, god, de gemiddelde kiezer is niet al te snugger. Dus die zal het wel interessant vinden. En ze speelden in op de belastingen die omhoog gaan als GroenLinks en de PvdA aan de macht komen? Ja, dat was ook een flauwekul. Ja. Alsof GroenLinks en de PvdA, twee dwergpartijtjes die gaan samenwerken in Nederland, ineens het fiscale niveau op zouden kunnen gaan krikken. Dat gelooft toch geen kip? Ja, kom op. Maar moet de linkse... Dit is toch de linkse tsunami waar Rutte het al bij de formatie van dit kabinet over had. Oh, dat is gewoon... Je begrijpt niet dat het is een intelligente politicus, dat hij niet een wat handiger formule, dat hij niet een iets... Nogmaals, ik vond het kinderpolitiek. Maar dit is natuurlijk angstwekkend. Ze stonden ook met z'n tweeën zo stom te lachen daar in een kamer gebouwd. Dat ik dacht, kom op. Misschien werkt het wel. De vorige keer heeft het zou gewerkt. Kunnen, want bij de kiezers werken de gekste dingen, zoals je weet. Je hoeft als je in de talk zomaar lekker uit de bocht komt. Leuk hoedje. Je zit ook bij koffietijd en ook een leuk praatje. Nou ja, dan zit je al ruimschoots in de kamer. Maar vind je niet dat de linkse kant zich ook wat meer moet roeren? Dat ze zich ook een keer op deze kant moeten laten? Ja, het zijn dwergpartijtjes. Ze trekken minder aandacht. Hoe groter de partij, hoe meer aandacht je krijgt. Ja, maar ze kunnen toch wel aandacht naar zich toe trekken? Ja, en dan komt nog iets bij. Ik denk dat is de kracht van de gekke brigade. Dat ze dingen hebben die de media interessant vinden. Want hoe gekker je bent, wat zien we overal weer staan? Trump, die heeft er nu officieel aangekondigd. Hij mag weer op de social media, waar hij al die lulkoek over QAnon verder weer kwijt kan in de komende jaren. Ja, ik zou zeggen, houd rustig. Hè? Vraag je liever af of Biden nog voor een tweede termijn op zal gaan. Ja, een stuk interessanter dan wat Trump nu op dit moment doet. Ja, maar als die linkse... Trump zal er bovendien in zijn partij heeft hij nog een hele flinke dobber aan hebben om opnieuw de kandidaat te zijn. Mm. Aangezien die evident nog iets gekker is geworden dan hij al was. Ja. Nou is dat natuurlijk allemaal tactiek, dat begrijp ik ook wel, maar toch... Maar moet links het spel niet wat meer meespelen? Ze blijven nu toch wel redelijk afwachtend. Ik heb geen idee. Misschien doen ze dat wel, maar... Ja, ik zou altijd zeggen, denk eens aan andere hoedjes. Ga bij koffietijd zitten. Hou een leuk lullenpotje. Ja, dat zou ik zeggen. Ik weet niet of dat... Ja, kijk, er gaat een diepe, diepe kloof tussen echte politiek en wat wij ervan zien op de televisie. De televisie is ook een beetje een kinderachtig instrument in allerlei opzichten. Sommige dingen zijn prachtig, aangrijpend en schitterend te zien op de televisie. Maar hoe interessant politiek ook is, dat is op de tv niet bijster interessant.